Nijmegen is voorbereid op een mogelijke uitbraak van het coronavirus. Dat zegt burgemeester Bruls, die ook voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland Zuid is. Bruls wordt constant op de hoogte gehouden van mogelijke gevallen. En als het nodig is, ligt een draaiboek klaar. We zijn in Nederland voorbereid op infectieziekten. En dit, dit is daar een voorbeeld van. Ja. Dus daar hebben we draaiboeken voor, voor liggen. De minister Bruno Bruins die heeft de leiding ja. over die hele aanpak. Die baseert zich daarbij op die rapporten, adviezen van de medici, het RIVM, wat nu veel in het nieuws is. Maar de 25 voorzitters van veiligheidsregio's. Waarvan ik er dus één ben, die zijn verantwoordelijk voor het concrete beleid in hun regio. Het kan natuurlijk een situatie hebben, stel dat er toch meer mensen besmet worden. Er moeten bijvoorbeeld evenementen afgelast geworden. Ja, daar moeten dan ook besluiten over worden genomen. En dat, daar ben ik dan verantwoordelijk voor. Samen ook natuurlijk met mijn andere collega's hier in de regio. Ja.